Mocht u later ingeschakeld zijn, je weet het nooit, het zou kunnen. Dit zijn nog eens de beelden van dat uurtje crossen bij de mannen. 57,5 minuut om precies te zijn. Met Bastaans die heel goed vertrok. Is er iets minder een voorbode voor een tussen aanhalingstekens wat minder dag, want hij is wel tweede geworden natuurlijk. Maar naar de normen van Izerbeet is dat dan iets minder, gezien de tijdverschillen die genoteerd werden. Bastaans dan in de fout. De hole shot dat eindigde toch al voor het einde van de tweede ronde. Dan was Aerts er al bij en Aerts ging er dus over. En daar begon de one-man-show van Toon Aerts. Daar bleek uiteindelijk niks aan te doen. In het begin nog het vizier, of in het vizier, door Izerbeet en co. Maar lang zou dat niet duren. Toon Aerts duidelijk een klasse te sterk voor de rest vandaag. In een cross die hem aanvankelijk niet zo goed leek te liggen. Dat gaf hij zelf ook toe. Maar als de weersomstandigheden meezitten, dan kan het voor Aerts allemaal zo. Een echte stoemper. Dat doet hij graag. Dit was een opmerkelijk momentje van Izerbeet, maar dat was al naar het einde van de wedstrijd toe. Toen begon hij meer en meer tijd te verliezen. Deze man zou derde worden, Corné van Kessel uit Nederland. En deze mannen zouden voor plaats 4 en 5 strijden met een prangend sprintje in het slot. Aerts geven, geven, geven tot op de streep. Elke seconde telt, zo gaat dat in een tijdklassement. Misschien komt die sprint tot op de streep straks nog wel van pas in de eindafrekening. Dan kan hij zeggen, ik heb het uiteindelijk gewonnen in Kortrijk, bij wijze van spreken.